De snelheidsmeter is een apparaat waarmee de snelheid van auto's en motorrijwielen vastgesteld kan worden. Het is een prismakijker met hiervoor prisma's. Wanneer men door het apparaat ziet, dan ziet men een direct beeld en een verschoven beeld. De auto komt nader en op het moment dat de beide binnenste banden elkaar bedekken, zegt het apparaat dat de auto 130 meter van u vandaan is. Een volgende waarneming geschiet door een ander prisma voor te brengen. Hetzelfde gebeurt weer. En op 30 meter wordt weer de stopwatch ingedrukt. Bij de eerste waarneming werd ook de stopwatch ingedrukt. Nu heeft de auto een afstand afgelegd van 130 tot 30 meter, dus 100 meter. De tijd is bekend en een tabel geeft de snelheid aan. Het instrument zal zeer zeker kunnen bijdragen tot verhoging van de veiligheid van het verkeer. We zullen dan ook in de praktijk zien hoe deze snelheidsmeter werkt.